Hallo, ik ben Arjan Tax. Vanaf jonge leeftijd werk ik al met frequenties en energieën, waar ik mijn levensmissie van heb gemaakt. Samen met Roosmarijn Evers, de cameravrouw, neem ik jullie mee naar bijzondere plekken. Vertel ik over mythische verhalen en deel ik mijn spirituele ervaringen van de locaties en de energieën die daar voelbaar zijn. Welkom bij Bijzondere Plekken. Vandaag neem ik u mee naar Oorschot en omgeving, waar we op zoek gaan naar verschillende religieuze locaties. Waar ik jullie ga vertellen over de energie van leilijnen, over de energieën van de locaties en verschillende verhalen. Ga je met ons mee? In de 15e eeuw werd hier, in riviertje de Beerze, een houten beeldje ontdekt van Maria. Het dreef stroomopwaarts. De mensen haalden het beeldje uit het water en plaatsten het hier in een oude eik. Vandaar de naam van het kapelletje ook, de Heilige Eik. Het beeldje werd diezelfde dag verplaatst naar de kerk van Beerze, waar het de volgende dag verdwenen was. Bij terugkomst op deze plek was het beeldje weer gevonden in de eik waar het de dag daarvoor in geplaatst was. Van heinde en verre kwamen ze naar deze plek op bedevaart. Wonderen zouden hier verricht worden. Mensen zijn genazen spontaan van koorts. Dus misschien ook dat de reden is dat hier nog steeds vele mensen op bedevaart komen. Sowieso voel ik een hele bijzondere energie, een bepaalde sereniteit als ik hier bij dit gebied aankom lopen. We gaan sowieso kijken of dat een kruising van leilijnen hier ligt. Maar de energie die hier te ervaren is, is verstillend. Het voelt als een stukje hemel op aarde. Kijk, hier begint hij wel te reageren, de leilijn. Dat is een behoorlijke. Ik loop er nu pas uit. Ze zijn sowieso vaak wat breder. Als je dat vergelijkt met waterraders. Ik heb het gevoel dat er meerdere zijn. Ik ga eens verder kijken. Dan begint er alweer eentje. Ik heb zo'n gevoel dat ik er schuin doorheen loop, door de leilijn, en dat ze eigenlijk zo kruisend hier zo in het oude gedeelte van de kapel, want er is later een stukje aangebouwd. Waarschijnlijk waar nu alsof een altaar staat, dat dat de kruising is van de leilijnen. En waarschijnlijk ook de locatie is geweest waar die eik heeft gestaan. Ja, ik voel het wel. Ja, we gaan binnen gewoon kijken. Magie, die stilte. Echt alles tintelt in mij. Ja, hier schiet hij hem gelijk al om. Dus inderdaad, gevoelsmatig is hier ergens de kruising van de leilijn. Hij zal hier waarschijnlijk ook de eik hebben gestaan. Het beeldje wat je hier zo ziet, is een beeldje van een replica van het beeldje van de Heilige Eik. Het origineel staat in de kerk in Oorschot.
Druïdes kwamen vroeger bijeen, bij eiken. Ze gingen hun rituelen doen in de schaduw van een oude eik. Als ik hier intune op de energie, heb ik het gevoel dat deze plek al veel ouder is, betreft heilige rituelen en gebruiken. Voordat de katholieke kerk en het beeldje hier op deze plek terechtkwamen. Naar mijn gevoel werden er al meer rituelen gedaan op deze plek. Krijg je soms van beelden te zien van oude bijeenkomsten. Mensen die de eik vereerden. Dus ja, misschien toch een veel oudere heilige plek. Als ik de energie invoel, ga ik ervan uit dat die vele malen ouder is. De kracht, de rust, de invloed, de energie die vanaf die plek zo afstraalt. Wauw, echt de moeite om een keer te komen bezoeken. We zijn hier bij een kerkje die gewijd is aan de Heilige Maria. Dit kerkje is gebouwd in de 11e eeuw. Een kerkje van tufsteen. En voorheen heeft er een houten kerk gestaan die waarschijnlijk rond het jaar 9 na Christus gebouwd is. Dus waarschijnlijk is het ook een oude heilige plek van de Germaanse geloven, dus Keltische geloven. Dus ik heb een wichelroede bij om te gaan kijken of we een kruising van leilijnen vinden. Omdat kruisingen van leilijnen vaak heilige plekken waren. En waarschijnlijk moet dat hier wel te vinden zijn. Nou, zo te zien duidelijk een kruising van een leilijn. Verderop moeten we dan waarschijnlijk ook wel de leilijn tegenkomen. Zo is er aan de andere kant van deze kerk. Ik zou zeggen, we gaan kijken. Kom maar mee. Hier staan we aan de achterkant van de kerk. Wat er gebeurd is, hier in de loop van de jaren is er een stuk afgebroken. Dit is ergens ook verder aangebouwd. Dus de kruising zit nog echt in het oude gedeelte. Het oude gedeelte van de kerk, dat is nog steeds bestaand. Dit is dus later aangebouwd en is ondertussen alweer afgebroken. We gaan eens even kijken naar dat we hier de leilijn tegenkomen. Hier begint hij weer. Dus ik kom er weer uit. Ik kom even een keer terug. Dus inderdaad een kruising in het midden van de kerk. We gaan zo meteen naar binnen. Dan gaan we daar ook even kijken of we de kruising zelf kunnen vinden. Als je echt in de stilte kan gaan op een kruising van leilijnen, kunnen allerlei energieën door je heen komen, kun je dingen ervaren. Nou is wel de vraag, op zo'n oude locatie als dit, er zitten heel veel geschiedenislagen tussendoor van mensen die hier overleden zijn, die hier aan het bidden waren. Of, allerlei emoties die hier vrij zijn gekomen. Dus het is vaak een heel beladen plek. Dat is het nadeel van oude krachtplekken. Dat ze ook wel die dubbele energie hebben. Dus waarschijnlijk zal het hier ook binnen aanwezig zijn. Dus dan zit hier de kruising. De plek waar ik ongeveer nu sta heeft waarschijnlijk iets van een oude rituele plek geweest vanuit de Keltische geloven. Het is de kruising van leilijnen. Veel gebeurt hier. Zoals de oude kapel, die moet dan hier waarschijnlijk ook het altaar hebben gestaan.
Dit oude kerkje is gebouwd van tufsteen. Waarschijnlijk uit een oude Romeinse villa. Dat tussen oorschot en best heeft gestaan. De locatie blijkt geheim te moeten zijn. Voor de rest, wat ik binnenvoelde in het kerkje. Het kerkje dat was een beetje dubbel in de energie. Aan de ene kant een hele mooi decoratie van leilijnen. En daar kun je de verstilling in gaan. Wat leilijnen ook echt wel veroorzaken in jezelf. Alleen ik voelde ook wel alle lagen van het geloof, alle energieën die er aanwezig waren, waardoor het heel erg rumoerig voor mij was. Dus in dat opzicht een bijzondere plek, zeker. Met een hele hoop geschiedenis. En ik denk als ik alleen er zou zijn, dat ik er nog meer over zou kunnen vertellen. Maar dat was deze keer helaas niet zo. Een verlaten kerktoren, midden in de natuur. Deze toren staat bij Oosterbeers. Dit kerkje wordt al in 1207 vernoemd. Dus ja, een verlaten plek waar niet de mensen continu nog steeds komen. Wie weet voelen we hier de puurheid. De puurheid van deze gronden. En de plek waar ik nu sta, voel ik een zachte energie. De sereniteit die ook in kerken vaak aanwezig is. Door het verval van deze plek, van de kerk. En de kerk stond te ver vanuit het dorp. Dat de mensen er haast niet meer kwamen, hebben ze een nieuwe kerk in het dorp geplaatst. Dat is de reden dat deze toren nog steeds hier verlaten bij staat. Als ik hier weer verder puur intune op de energie, voel ik toch weer de leilijn energie. Dus waarschijnlijk hier op deze plek moet ergens het altaar hebben gestaan. Maar we gaan kijken. Vaak werd een altaar geplaatst op een kruising van leilijnen. Nou, hij begint hier te kruisen. En hier gaat hij eruit. Dus dan moeten we even kijken waar het altaar heeft gestaan. Dan moet het altaar toch op deze locatie hier hebben gestaan. Op deze plek. Waar nou deze vlieren groeit. Je kunt het haast niet voorstellen. Nu begroeid met bomen. Alleen nog maar een kerktoren ter herinnering van. Het is weer anders dan de energie van de Heilige Eik. Die is daar vele malen krachtiger. Maar deze heeft ook een mooie, pure sereniteit. Ook zeker de moeite waard om te bezoeken. Dit was hem dan weer. Een aflevering over bijzondere plekken. Deze keer in Oorschot en omgeving. Weet je nou ook zo'n plek die wij moeten bezoeken? Laat het ons weten.